friends next year. Thank you, boy. See you on the track. We gaan bezig dus met de eerste omloop. En daar in de derde Maas. Hoi, kijk hem eens aan, Aarsma. Peter Aarsma, vanaf de kop hier. Zit al lekker hoog in dat klassement op de derde plaats. Het is vandaag de tijd om knopen door te haken. In die standaardklasse, wie wordt de kampioen in 2014 bij de NAC? Het gaat er vandaag echt om. Drie marges lang gaan we vechten voor die finale plaats. En die finale geeft dus punten. En die punten worden dus bij het kampioenschap opgeteld. En zo krijgen we dus een overal winnaar. In die standaardklasse en ook in die andere klasse die dus volgende week op het NK zullen acteren. Peter Aarsma aan de leiding. De 8.45. Daarachter lekker gaan vechten. Wilco van der Voorn op de derde plaats. Ja, 17 daar. Probeert de buiten op. De man nu Tietjerk. Kijk hem eens spuiten. Eeuwe Heekstra er ook bij. Peter Aarsma en Eeuwe Heekstra sluit aan daar ook voor die derde plaats. Peter Aarsma is aan de kop. Wilco van der Voorn. En 5.17. Peter Aarsma dus. Eeuwe Heekstra dus op jacht. Aarsma van der Voorn 2 dus. Dat is echt dus om de derde plaats nu. Eeuwe Heekstra 5.17 en de 5.48 gaat ze daar nog steeds mee boeien. Steven Aardekamp uit de Wil. Gaat nu naar de vierde plaats. Eeuwe Heekstra onderweg naar de top 3 daar. Peter Aarsma dus aan de leiding erachter. Wilco van der Voorn, Eeuwe Heekstra, Steven Aardekamp. Dat zijn de mannen in die top 4. En er ook lekker bij dus vandaag. We zien hem gaan, meneer Van der Veen. De 927. Hendrik van der Veen in Noord-Bergen. Is er ook bij. Laatste ronde gaat lopen voor Peter Aarsma, Wilco van der Voorn. En die ook dus voor Eeuwe Heekstra. Aan de kant. En ook voor Hendrik zit er ook lekker bij vandaag. Maar het is de nummer 3 op de voorlopige tussenstand uit het kampioenschap. Peter Aarsma die pakt hem. Die derde Maas in die eerste omloop. Voor Wilco van der Voorn. Dan Eeuwe Heekstra. Dan meneer Steven Aanekamp. En dan dus Hendrik van der Veen. De voorlopige top 5 in die uitslag.